Goedenavond en hartelijk welkom bij dit webinar van de Prostaatkankerstichting. Mijn naam is Tom van Hek. Ik mag vanavond uw avondvoorzitter zijn, het geheel een beetje aan elkaar verbinden. En als oud-huisarts doe ik dat graag. Onderwerp wat zeer levend natuurlijk is in onze samenleving voor heel veel mensen. Dus ik ben blij deze avond voor u te mogen voorzitten. U snapt dat door de coronamaatregelen en ook nog de avondklok het enigszins best ingewikkeld was even in de aanloop van hoe gaan we dat nou precies doen. Gaan we het doen? Nou, natuurlijk gaan we het doen, want u bent met een kleine 900 mensen die zich heeft ingeschreven voor dit webinar. En velen van u hebben al ingelogd, dus dat is prachtig. Daar zijn we heel blij mee. Wij zitten hier in een studio en ik zeg wij, want ik zit hier niet alleen. Naast mij zit Melisse, is geneeskundestudent aan de Kooschappen, hè? Ben je toe? Ja. En Melisse gaat alle vragen die hier naartoe komen, die u rechts in uw schermen kunt stellen, die gaat zij hier een beetje clusteren en die gaan we zoveel als mogelijk beantwoorden. U heeft de vragenknop al gevonden, is ons duidelijk, want er zijn al een heleboel vragen hier naartoe gekomen. Daar zijn we ontzettend blij mee. Kan ik op voorhand ook al heel onaardig zeggen, we gaan niet aan al die vragen toekomen. Maar ik beloof u, en dat beloof ik u uiteraard namens degene die dit organiseren, dat alle vragen die gesteld worden vanavond ook een antwoord krijgen. Alleen niet nu, maar die worden later uiteraard individueel beantwoord. De panelleden, hoe u ze wilt noemen, de tafelgasten, er allemaal mooie woorden aan verbinden, zitten op afstand. We hebben een tweetal blokken, zoals u ongetwijfeld gezien heeft. We gaan het eerst hebben over het belang van beweging. We hebben straks even een hele korte pauze en daarna gaan we door met de nieuwe behandelmogelijkheden. Maar we starten dus met het belang van beweging. We hebben een viertal gasten voor, die ik één voor één even bij u ga introduceren. José Teunissen is verpleegkundig specialist bij de urologie in het Radboud UMC. José, bijzonder hartelijk welkom. Ik mag het niet zeggen, maar je zit nog op je verjaardag ook hier je dure tijd met ons te delen, volgens mij. Dus van harte bij deze. En dan houden we er meteen ook over op. Berry van der Heijden is ervaringsdeskundige. Gaat ons meenemen in zijn persoonlijke ervaringen ook op het gebied van bewegen. Berry, ontzettend blij dat jij ook dat vanavond voor ons wil doen. Inge van Oort zit in beide panels vanavond. Uroloog, ook verbonden aan het prachtige Radboud UMC in Nijmegen. Is de hele avond bij ons. Zeer hartelijk welkom uiteraard. En als laatste, last but not least, zeggen ze dan zo mooi, lector functioneel herstel bij kanker, Martijn Stuiver. Martijn, hartelijk welkom. Waarom introduceer ik jou nou als laatste? Omdat jij ons als eerste eens even mee gaat nemen met een presentatie over het belang van beweging. Dus ik ga het woord aan jou geven. Jij gaat ons meenemen. Een presentatie van een minuut of 10. En daarna gaan we er met de andere deskundigen en panelleden en met u allemaal uiteraard over praten. Martijn, ik geef jou eerst het woord over het belang van beweging. De lector dus functioneel herstel bij kanker. Dankjewel, Tom. En hartelijk dank ook voor de uitnodiging. Ja, ik wil het inderdaad heel graag met u hebben over het belang van bewegen. En ook over het belang van het ontwikkelen van beweegzorg bij prostaatkanker. En dat bewegen belangrijk is, daar hoef ik eigenlijk nauwelijks een punt van te maken. Dat weten we eigenlijk allemaal wel. Maar waarom zouden we daar nou zo speciaal aandacht aan moeten besteden in de context van de behandeling voor prostaatkanker? Nou, de reden daarvoor is dat die behandeling voor prostaatkanker die gaat gepaard met allerlei veranderingen die het moeilijker kunnen maken om te bewegen. En dat zijn tegelijkertijd veranderingen die kunnen worden beperkt juist door te bewegen. Meer in het bijzonder, als mensen behandeld worden met hormoontherapie, dan heeft dat natuurlijk effecten op de kanker, maar heeft ook effecten op de rest van het lichaam. En wat je dan ziet is dat de lichaamssamenstelling verandert. En die veranderde lichaamssamenstelling die leidt tot een afname van botmassa, een afname van spiermassa, kan ook een toename van vetmassa bij zijn. En het lichaam wordt in zijn algeheelheid, noemen we dat, meer fragiel. En dat brengt met zich mee dat het risico op vallen bijvoorbeeld toeneemt. En dat kan tussen de 2 en 4 keer hoger valrisico zijn dan voor mensen van vergelijkbare leeftijd die niet zo'n hormoontherapiebehandeling krijgen. Dus dat is echt een aanzienlijk verhoogd risico. En die veranderde lichaamssamenstelling geeft ook een verhoogd risico op andere aandoeningen, zoals bijvoorbeeld hart- en vaatziekten en diabetes, die verhoogd is ten opzichte van de situatie waarin je die hormoontherapie niet krijgt. We weten ook dat onder mensen die behandeld zijn of behandeld worden voor kanker in algemene zin vaker stemmingsklachten voorkomen. Dus klachten van angst, klachten van somberheid. Dat vermoeidheid een heel veel gerapporteerd symptoom is wat kan worden uitgelokt door de behandeling of ook gekoppeld kan zijn aan de ziekte. En dat mensen zich minder vitaal voelen. Nou, het zijn natuurlijk allemaal dingen die niet meteen uitnodigen om eens lekker te gaan bewegen. Maar
We weten juist uit heel veel onderzoek dat bewegen ertoe leidt dat de stemming verbetert en dat vermoeidheid vermindert en dat spierkracht kan toenemen en lichaamssamenstelling in algemene zin kan verbeteren. En bewegen, gericht bewegen, heeft dan ook heel duidelijk een positief effect op kwaliteit van leven en het uit kunnen voeren van dagelijkse activiteiten. En het verbetert dus het algeheel gezondheidsprofiel. Dus het is eigenlijk in alle opzichten heel belangrijk en aan te bevelen om te bewegen. Dan is de vraag natuurlijk, hoeveel moet je dan bewegen? En voor de algemene bevolking geldt een beweegadvies van 150 minuten per week, matig intensief en regelmatig krachttraining. Nou, beweegadvies voor mensen die behandeld zijn of worden voor kanker, dat wijkt er eigenlijk helemaal niet zo heel erg veel van af. We zien positieve effecten op de uitkomstmaten die ik net noemde. Eigenlijk al vanaf 3 keer per week bewegen sessies van 30 minuten die matig intensief zijn. En bij matig intensief, dan moet je denken aan je hartslag gaat een beetje omhoog, dat voel je wel, je gaat wat harder ademen, je krijgt het een beetje warm. Je kunt nog wel een gesprek voeren, zo intensief hoeft het ook weer niet, maar je moet wel echt voelen dat je wat doet. En daarbij is het advies ook om regelmatig krachttraining te doen, omdat juist die krachttraining natuurlijk bijdraagt aan het behoud van spiermassa. Dit is het algemene beweegadvies voor mensen die behandeld zijn voor kanker. Maar nou zijn er ook nog wel wat specifieke, en ik snap dat u deze dia niet heel goed kunt lezen hoor, maar die informatie die kunnen we natuurlijk delen als dat gewenst is. Maar wat ik hiermee wil laten zien is dat afhankelijk van het doel wat je wilt bereiken met zo'n beweegprogramma, afnemen van vermoeidheid of juist het verbeteren van je stemming, dat er meer specifieke beweegadviezen voorhanden zijn. En sommige daarvan, die heel relevant zijn bij prostaatkanker, die zijn niet per se heel makkelijk. Want als je iets wilt doen aan botdichtheid, dan moet je echt iets doen met wat we noemen impact training. Dus dat wil zeggen dat er grote krachten, sprongkrachten bij vrijkomen. Nou, dat moet je natuurlijk wel veilig kunnen doen. Nu is er een initiatief ontwikkeld, op initiatief van Astellas, om beweegadvies makkelijker beschikbaar te maken. En dat programma dat heet Next. En Next bestaat eigenlijk uit voorlichtingsmateriaal, uit een filmpje wat met uitleg, uit een trainingslogboek. En in dat logboek staat eigenlijk een standaardprogramma voor training wat je gewoon kunt doen in de sportschool onder begeleiding van een sportbegeleider. En dat programma is zonder meer veilig. Het is conform de algemene richtlijnen en in de informatie staat ook wanneer je aan de bel moet trekken en ook bij wie je terecht kan als je begeleiding wil. Dat is een heel mooi initiatief, maar er zijn op een aantal puntjes ook nog wel verbeteringen te boeken. En dat zit er met name op wat ik net liet zien, wat we noemen trainingsspecificiteit. Dus voor een specifieke uitkomst kun je een specifiek programma volgen. En het is heel erg, dat Next-programma is nu erg gericht op mensen die zeggen, nou dat kan ik wel, dat durf ik wel aan. Ik ga dat lekker zelf doen, ik ga daarvoor naar de sportschool. Maar er zijn natuurlijk mensen die hebben meer begeleiding nodig dan dat, bijvoorbeeld van een zorgprofessional. En eigenlijk willen we dat die beweegzorg geïmplementeerd wordt, dat in de hele keten beschikbaar is. Dus of je nou in het ziekenhuis bent, of bij een fysiotherapeut komt, of gewoon naar de sportschool gaat, of het met een gemeentecoach doet of zelf. Eigenlijk moet je op elk punt in de tijd weten wat je moet doen en hoe je dat moet doen. En daarom hebben we een doorontwikkelprogramma opgestart. En dat wordt uitgevoerd door het Antonie van Leeuwenhoek in samenwerking met de Hogeschool van Amsterdam. En in dat programma, Next Steps noemen, daar gaan we eigenlijk werken aan de beschikbaarheid van die beweegzorg in die hele keten. Dus in de gemeenschap, bij de sportscholen, bij de gemeentecoaches, maar ook binnen de fysiotherapie. En we gaan ook een tool ontwikkelen, een triagehulpmiddel noemen we dat, om makkelijk te kunnen besluiten van wie is nou waar het beste op zijn plek. En om dat goed te kunnen doen, doen we natuurlijk literatuuronderzoek en we praten met experts en gebruikers. Maar we hebben ook een vragenlijstonderzoek uitgevoerd onder de leden van de Prostaatkankerstichting, dus onder veel van u. En daar is een grote respons op gekomen en om u heel even mee te nemen in wat daar dan in is genoemd. Een heel opvallende uitkomst is dat bij meer dan de helft van de mensen bewegen nooit ter sprake is gekomen als onderdeel van de reguliere zorg. Nou, dat is één ding waarvan ik denk dat we dat heel erg snel moeten veranderen.
bewegen moet gewoon een gespreksonderwerp zijn wat standaard aan bod komt bij de behandeling van prostaatkanker. Wat we ook zagen is dat overal de mensen die hadden gereageerd op de enquête een heel positieve houding hadden ten opzichte van bewegen. Dus ze wilden daar zeker wel iets mee doen. Maar 2 op de 3 ervaarden wel 1 of meer barrières om dat te gaan doen, waarbij vermoeidheid bijvoorbeeld een veelgenoemd probleem was. En 4 op de 10 wil dus graag begeleiding. Nou, dan moeten we dus met elkaar zorgen dat die begeleiding ook beschikbaar is. Daar gaan we aan werken. Dat is, dit project hebben we nu opgestart. En we verwachten eigenlijk eind van dit jaar een heel eind opgeschoten te zijn met de ontwikkeling van alle materialen die daarbij horen. Maar dat hoeft er niet per se op te wachten. Want het NEXT-programma, het basis-NEXT-programma wat ik net liet zien, dat is eigenlijk al beschikbaar. En ondersteuning door fysiotherapie is ook al beschikbaar. En ik wil daarbij heel eventjes de aandacht vestigen op Onconet. Onconet is een netwerk van fysiotherapie, fysiotherapeuten eigenlijk, die wat door heel Nederland is. Er zijn ongeveer 500 locaties. En dat zijn fysiotherapeuten die aanvullende scholing hebben gehad op het gebied van oncologie. Een deel is echt oncologie-fysiotherapeut, een ander deel heeft specifiek scholing gevolgd op begeleiding van fitheid. En die mensen volgen ook verplichte bij een nascholing, dus u mag daar echt rekenen op deskundige begeleiding. En u kunt die fysiotherapeuten vinden op www.onconet.nu en dan wordt op basis van die postcode precies aangegeven waar de dichtstbijzijnde fysiotherapiepraktijk zit. Nou, dat is eigenlijk in het heel kort wat ik met u wilde delen. Waar het op neerkomt is dat we met elkaar heel hard aan het werk zijn om beweegzorg zo snel mogelijk en zo goed mogelijk voor iedereen in Nederland met prostaatkanker beschikbaar te krijgen. Martijn, dankjewel. Ik heb toch nog even 1 vraag meteen. We komen straks uiteraard veel meer vragen. Er komen ook heel veel vragen binnen. Maar over die barrières ook. Voor veel mensen, ook al mensen die geen aandoening hebben, is de stap naar bewegen zo groot omdat ze zo bang zijn. Een beetje bewegen helpt niet. Ik moet meteen heel veel gaan bewegen, zeg maar. Kun je daar nog iets over vertellen? Is gewoon starten met bewegen al goed? Ja, nou, daar moet ik 2 dingen over zeggen. Als je niet beweegt, dan is elke stap die je extra doet, is helpend, is meegenomen. Dus zeker mensen die niet fit zijn, die zullen heel snel merken als ze meer gaan doen, dat ze sneller fit worden. Dus dit is, eigenlijk is het meest belonend om iets te gaan doen als je nog helemaal niks doet. Want dan merk je heel snel verschil. Naarmate je fitter wordt, moet je steeds meer gaan doen om nog effect te merken. Dus dan moet je wat goed kunnen volhouden. Dat gezegd hebbende, er is wel een soort van minimumdosis. Dus als je bijvoorbeeld effect wil hebben op vermoeidheid, dan gaat licht bewegen, eigenlijk weten we nu, maar weinig helpen. Het moet wel echt matig intensief zijn, het moet ook regelmatig. En een ander voorbeeld is als je effect wil hebben op botsterkte bijvoorbeeld. Ja, dan moet er echt een sprongcomponent in zitten, dus een impactcomponent. En dan moet je het ook echt 12 maanden of langer volhouden, want anders dan bereik je dat effect niet. Dus ik snap wel dat die opstap best groot is. Maar mijn advies is dan altijd, begin klein. Doe wat je kan en bouw op en werk toe naar het niveau wat je nodig hebt om echte effecten te krijgen waar je op uit bent. En als ik daar nog 1 ding aan mag toevoegen, Tom, ik denk wat enorm helpt altijd is als je voor jezelf goed voor ogen hebt van waarom doe ik dit nou eigenlijk? Wat wil ik hiermee bereiken? Je moet niet gaan bewegen omdat andere mensen zeggen dat het goed voor je is. Je moet gaan bewegen omdat je weet van nou, ik wil daar mijn gezondheid mee bevorderen of ik wil daar mijn klachten mee verminderen of ik wil me vitaler voelen. En als je dan een programma volgt wat daarbij helpt, en je merkt dat dat helpt, dan is het ook vol te houden. Helder, dank voor deze toelichting, uiteenzetting. Ik ga eerst eens even een rondje langs onze tafelgasten maken. Inge van Oort, ik ga bij jou beginnen. Want ik kan me zo voorstellen, er stond zo mooi, ja, komt in 50% van de gevallen niet ter sprake. Maar ik stel me ook zo voor bij een consult bij de uroloog dat er heel veel te bespreken is. En kom je dan eigenlijk wel toe aan dat? Wat is jouw ervaring daarin? Ja, tijdens zo'n consult komt er echt heel veel te sprake. En bij de dokter zitten ze nou met name om te horen van hoe gaat het over de ziekte. En zijn heel erg gefocust op dat deel waarvan ze denken dat ik het meeste weet in ieder geval. En het rondomheen wordt meestal of niet besproken omdat er geen tijd voor is. Of in ons geval hebben wij heel goed contact met onze verpleegkundige specialisten en oncologieverpleegkundigen. En merken we dat die met name het belangrijk is dat die dat deel in ieder geval er ook bij pikken. Dat gezegd hebbende, vind ik het een heel belangrijk onderwerp om toch bij mij in de spreekkamer te hebben.
Want een van de dingen die patiënten vragen is, hè, kan ik er zelf iets aan doen? Want, hè, en dat is juist het punt waarvan ik zeg, je kunt niet heel veel, maar dat wat je kunt doen is bewegen. Is ga nou eens bewegen. Zorg dat dat een onderdeel is, een onderdeel wordt voor jezelf, om daar impact op te hebben, op je kwaliteit van leven. Hè? Niet als zodanig voor de ziekte, maar wel, hoe beter je bent, hoe meer en beter ik je ook kan behandelen, hè, als de eerstvolgende lijn niet meer werkt. Dus het heeft zeker impact. En dat probeer ik ze ook duidelijk te maken. Want als je begint over, hè, als ze vragen, kan ik er wat aan doen? En ik zeg ja, bewegen. Dan is het eerste wat ze zeggen, ja, dat is nou het laatste wat ze willen horen. Ze willen iets wat veel beter vast te pakken is dan bewegen. Maar wat je ook merkt is dat het wel iets is wat kan groeien, wat toch leuk kan worden, wat toch een gewoonte kan worden. Heel belangrijk. Jij noemde het dus duidelijk en je zei ook al, ja, we hebben een heel goed contact. Dus José Teuns, dan kom ik automatisch bij jou terecht. Want ze hebben al van de dokter gehoord, bewegen zou helpen. En dan komen ze bij jou, dan komen allerlei andere dingen ter sprake. En hoe komt dat bewegen dan ter sprake bij jullie in het gesprek? En nou, wij informeren natuurlijk patiënten over de bijwerkingen die je kunt verwachten bij hormoontherapie. En wat ze daar eventueel zelf aan kunnen doen om zo vitaal mogelijk te blijven onder hormoontherapie. En het fijne van dat Next.nl-project is, voorheen zeiden van bewegen is belangrijk, maar hoeveel moet iemand bewegen? Dat boekje geeft in ieder geval een richtlijn aan. En wat wij daarnaast natuurlijk ook meer tijd hebben dan de uroloog in het consult om uit te vragen van wat doet u aan bewegen en hoe staat u tegenover bewegen, om te kijken welke doelen patiënten zouden kunnen behalen en om hun ze ook te motiveren, hè, om door middel van het gesprek te kijken van wat is voor iemand een doel wat hij kan halen om een eerste stap te zetten en afhankelijk wat iemand wel al kan of niet kan ze ook te verwijzen. Ja. Dus het goed uitvragen, het adviseren en het verwijzen. En daar hebben oncologieverpleegkundigen of verpleegkundige specialisten de tijd voor. Ten opzichte van van de uroloog die vooral het beleid bepaalt. En is jouw ervaring dan, als je dat gesprek aangaat, dat het ook over het algemeen, bij wijze van spreken, lukt om mensen letterlijk en figuurlijk in beweging te krijgen? Dat moet uiteraard vanuit henzelf, maar dat je daarin een ondersteunende rol kan spelen? Ja, ik merk wel, hè, als we voor de eerste keer komen voor uitleg over hormoontherapie, komt al zoveel op een patiënt af dat het soms te veel is. Dus daarom is ook het naslagwerk heel fijn dat mensen nog na kunnen lezen. En dat we ook een afspraak maken van, goh, denk er anders over na, dat ik u over 2 weken nog terugbel. Of als mensen wel al fanatiek aan de slag wil, dat je zegt van, we spreken over 6 weken nog een keer af om te evalueren. Lukt het om het zelf op te pakken of heeft u andere ondersteuning of begeleiding daarin nodig? Dank. Berry van der Heijden, dan kom ik bij jou. Jij was tot nu toe nog niet in beeld, maar ik kon jou stiekem wel zien. En ik zag je heel veel knikken ook onder de presentatie van Martijn. Als een soort feest van herkenning en dergelijke zaken. Kun jij eens vertellen wat jouw persoonlijke ervaringen zijn over dit onderwerp en het bewegen? Ja, dat kan ik. Zowel Inge van Oort als José ken ik uit het behandeltraject wat ik al 4,5 jaar onderga in het Radboud. En ik kan bevestigen dat het gaat zoals de dames schetsen. Op het moment dat je de diagnose, in mijn geval was dat uitgezaaide prostaatkanker, te horen krijgt, dan komt er vreselijk veel informatie op je af. Ook informatie over voeding en over beweegadviezen. Maar daar is in het gesprek met de uroloog inderdaad, ligt daar de nadruk niet op. Vervolgens kom je dan in contact met de verpleegkundig specialist. En daar is wel de tijd om dit soort onderwerpen te bespreken. En ik moest het 4,5 jaar geleden, ik heb dat boekje bewaard en ik heb het ook nog weer even bijgezocht voor deze sessie. Ik kreeg toen een tijd een boekje mee over adviezen bij hormoonbehandeling. En daar stond toen in dat als je je zeer lichamelijk actief opstelde, en dat was als je tenminste 30 minuten per dag intensieve activiteit deed, dan stond er als aanbeveling, uw niveau van lichamelijke activiteit is optimaal om de bijwerking van hormoontherapie beperkt te houden. Nou, dat heb ik. En er stonden in dat boekje ook wat adviezen over wat voor beweging je zou, til en strek en rek oefeningen, et cetera, je zou kunnen doen. Ik heb dat opgepakt en ik ben gaan sporten. Ik ben naar de sportschool gegaan. Ik ben 2 keer in de week met krachtapparaten aan de gang gegaan, onder leiding van een fysiotherapeut. En ik ben gaan wandelen.
Niet alleen, in die beginperiode heb je ook psychisch nog wat uitdagingen om te verwerken wat allemaal over je heen komt. En ik heb zelf gemerkt dat als je wandelt, dat ook een hele makkelijke manier is om dat met je medebehandelaars ondertussen nog eens van alles en nog wat te bespreken. En dan kom je er werkende weg achter. En in die zin, dat werd door Martijn net ook gezegd, ik heb dat opgeschreven. Het duurt even voordat je erachter komt dat je inderdaad fitter gaat voelen. Dus het gekke is dat als je intensief of matig intensief gaat bewegen, dat je je fitter gaat voelen. Maar wat ik, en dat in die zin omarm ik dit NEXT-programma, wat mijn probleem bijvoorbeeld geweest is de afgelopen 4,5 jaar, dat je nou onder meer te maken hebt met de omgeving om je heen, met mensen die, ik zeg maar even zo, te doen hebben met wat je overkomen is. En die, als je dan vertelt wat je doet, van nou, ik wandel iedere dag en probeer minimaal, in het begin was het 10.000 stappen en later werden bij mij 10 kilometer per dag. Dan zeiden ze, wat doe je wel rustig aan, kijk je wel uit. En dan kon ik eigenlijk moeilijk zeggen van ja, maar dat is helemaal geen probleem hoor, als je 7 dagen in de week gewoon beweegt. En als er nou zo'n programma komt, specifiek aangepast op de prostaatkankerpatiënt, ja, dan heb je denk ik ook naar de mensen om je heen die zich afvragen of je niet te gek doet gezien de ziekte die onder de leden, heb je ook iets om te bespreken. Nee, daar is gewoon een programma voor en dat werk ik af. Dus in die zin juich ik er toe dat er nu specifiek voor de prostaatkankerpatiënt een trainingsprogramma komt waar je, onafhankelijk of je nou start bij de arts of bij de fysio of in de sportschool, gewoon een programma op maat kunt samenstellen. Dank voor het delen van deze ervaring en de positieve ervaring, Martijn. En dan gaan we ook naar wat vragen die u op ons afgevuurd heeft. Eén vraag ook, is begeleiding eigenlijk van cruciaal belang? Kan je dat stellen? Dat het toch wel zeer essentieel is. Dat zie je ook in de enquête natuurlijk. Mensen als het ware ook een beetje geholpen worden hoe en wat dat bewegen vorm te geven. Ja, nou ik denk dat zeker voor heel veel mensen bewegen belangrijk is, omdat het best moeilijk kan zijn om te denken, hoe ga ik nou beginnen? Mensen zijn er vaak onzeker over, hoe zwaar mag ik belasten, hoe snel mag ik opbouwen, wat kan ik veilig doen? Dus daar is begeleiding belangrijk in. We weten ook uit heel veel onderzoek dat programma's die begeleid worden, of dat nou door een sportschoolbegeleider is of door een fysiotherapeut, maar programma's waarbij iemand is die dat beweegprogramma ondersteunt, dat die gewoon in de regel effectiever zijn. Nou moet ik daar één kanttekening bij plaatsen. En dat is dat we dat natuurlijk weten uit onderzoek. En de mensen die meedoen aan onderzoek, die zijn niet altijd helemaal vergelijkbaar met de algemene mensen in de algemene bevolking. En er kunnen natuurlijk mensen zijn die al heel veel beweegervaring hebben bijvoorbeeld, die relatief fit al aan zo'n traject beginnen en die helemaal geen barrières zien om te blijven bewegen. En daar is vooral belangrijk voor dat die mensen zich gesteund voelen en dat inderdaad mensen als José en Inge zeggen, hartstikke goed, ga dat doen, blijf dat doen en trek aan de bel als het om een of andere reden niet lukt. En dan kun je alsnog begeleiding krijgen. Maar ik denk dat er heel veel mensen zijn die heel erg geholpen zijn bij, al is het maar een opstartadvies, en een controlerend oog van, doe je het juiste doe je dat veilig. Dank. Melissa, ik kijk eens naar jou, want je zit druk te schrijven en te doen. Er zijn al heel wat vragen binnengekomen. Kun je er eens één of twee uitlichten? Ja, er zijn echt enorm veel vragen gesteld. Dus ik heb een beetje zitten kijken wat mooi samen kan. Ik heb bijvoorbeeld een vraag hier van of de duurtraining dan echt contraproductief zou kunnen zijn voor prostaatkankerpatiënten. En of dat dan dus bijvoorbeeld ook voldoende is. Of dat er ook nog die extra intensieve trainingen bij moeten. Dus veel mensen geven aan dat ze, veel patiënten, dat ze veel wandelen. Maar moet er dan ook nog een intensief moment echt bij, dus die krachttraining? Ja, dat is een goede vraag. Kijk, krachttraining is heel belangrijk als component voor bijvoorbeeld het versterken van de botten en de spieren. Want die worden gewoon het meest geprikkeld door wat grotere spierbelastingen. Dus krachttraining, dat is wel heel essentieel. Maar om bijvoorbeeld je stemming te verbeteren, is juist die duurtraining weer heel belangrijk. Het is nooit zo dat training contraproductief is. Tenzij je heel erg overbelast. En dat merk je vanzelf, want dan herstel je niet goed van zo'n training. Of tenzij je echt veel te weinig doet. Mm-hmm. Dan is het niet contraproductief, maar dan helpt het gewoon niet. Want dan word je er niet fitter van. En bijvoorbeeld... Ik had hier dan nog een andere vraag op die misschien dan mooi aan zou sluiten. Dat bijvoorbeeld dan die krachttraining, is die dan ook nog verstandig bij gemetastreerde kanker in de botten?
Ja, gek genoeg wel. Maar daar is, ook daar horen natuurlijk kanttekeningen bij. Kijk, je moet wel kijken wat veilig kan. Ja, dus er zijn intussen heel wat studies gedaan die laten zien dat het aantal vervelende bijeffecten wat optreedt als je sport, krachttraining doet, duurtraining doet bij bobmetastase, dat risico echt behoorlijk laag is. Maar dat moet wel een programma zijn wat is aangepast op waar zitten die metastase, hoe belastbaar zijn die metastase. Je moet natuurlijk gebieden die risico lopen niet extra of onnodig gaan belasten. Dus op het moment dat er sprake is van uitzaaiingen, dan moet je dat heel goed overleggen met je behandelaars, dus met de verpleegkundig specialist, met de arts, en ook echt begeleiding zoeken van een fysiotherapeut die kan vertellen, dit kan wel, dat kan niet, en die het programma daarop kan aanpassen. Maar als je niks doet, dat is de andere kant van het verhaal. En dus als je denkt, nou, ik heb uitzaaiingen in de botten, ik moet maar zo weinig mogelijk belasten, dan is het effect daarvan dat je spieren heel snel achteruit gaan, je conditie achteruit gaat, het valrisico toeneemt. En de kans dat er dan iets gebeurt, is natuurlijk ook heel reëel. Dus je kunt beter proberen in een zo goed mogelijk conditie dat te onderhouden. Maar nogmaals, wel met deskundige begeleiding. En daarop voortbedurend, Inge van Noorden, kom ik bij jou. We horen in het verhaal van Barry, die soms de omgeving nog moet overtuigen van het mag best wel. We merken het ook aan vragen mensen. En heel logisch lijkt mij dat er ook een soort enige angst is van ja, kan ik dat nu allemaal wel? Merk jij ook dat je mensen wat dat betreft ook een beetje moet overtuigen dat het juist wel kan? Ja, maar de overtuiging is meestal meer gewoon je moet gaan bewegen. Niet, daar spreekt meer uit van oh, dat vind ik eigenlijk niet zo leuk. Dat is eigenlijk de grootste component. Hè. Het is, doe ik eigenlijk niet, heb ik nooit gedaan, heb ik eigenlijk geen zin in. Ik hou niet van fietsen, ik hou niet van wandelen. Nou, er komt een hele rit van aan waar ze allemaal niet van houden. Dat is mijn grootste motivatie, is meestal meer over. Hè. Dat vind ik gewoon niet zo leuk bewegen. Dat is als eerste. En het wel of niet kunnen komt daarna wel eens. Maar bij mij in ieder geval op de tweede plek. En ik probeer het dan ook uit te leggen. Er zijn echt heel veel mannen met uitzaaiingen die gewoon in een botten, die gewoon goed kunnen sporten. En ja, onder begeleiding is zeker beter. Maar als je maar één of twee of meerdere op niet op hele belangrijke plekken, dat klinkt een beetje onaardig. Die kunnen gewoon bewegen. Dus die angst hoor ik zelf minder. Het is meer de wil. Ik vind het gewoon niet zo leuk. En José, dan hebben we het enthousiaste verhaal van Barry gehoord. Jij kent ongetwijfeld meer enthousiaste patiënten. Kunnen die ook als een soort ambassadeur naar anderen toe werken van dat kun je gaan doen? En kun je dat gebruiken of is dat iets wat zich buiten het ziekenhuis moet organiseren? Nou, ik geef soms wel aan patiënten dat ik van andere patiënten terughoor dat ze in het begin ook moeite hadden om die start te maken, maar dat ze wel de positieve effecten ervaren. Dus soms helpt het wel om te zeggen van u bent niet alleen die het lastig vindt om een start te maken of daar geen zin in heeft. Maar dat ik wel van andere patiënten terughoor dat ze daar positieve effecten van ervaren. En vaak is dat wel dat helpt voor patiënten als je dat deelt. En wat de vraag die ik net aan Inge betreft stelde, als ik die aan jou stel, van wat is het meest gehoorde, dat klinkt een beetje negatief, maar zo bedoel ik hem niet, maar wat is toch de meest lastige barrière voor mensen? Is dat toch geen zin? Nou, ook onbekendheid, zo van wandelen of fietsen, dat kan ik wel, maar de stap naar een sportschool, dat is dan onbekend. Dat vinden ze soms toch moeilijk. En soms helpt het dus wel door wijze te motiveren, even dat duwtje in de rug te geven. Want uiteindelijk is het belangrijk dat de patiënt zelf een keuze maakt in wat hij doet, hè, dat hij ook de regie houdt. En dat kun je juist door te bewegen, kun je juist meer de regie houden over je eigen vitaliteit. Dus dat vind ik ook altijd wel belangrijk. Geef ik aan patiënten. Het geeft ook zelf regie over je ziekteproces. Wat je zelf kunt doen. En dat vinden patiënten ook vaak wel goed om te horen. Barry, nou ben jij natuurlijk vanavond een grote ambassadeur in dit webinar. Ja. Voor Ga Bewegen. Maar kun je dat ook nog op een andere manier? Of merk je ook dat lotgenoten, noem ik het maar even, medepatiënten, hoe je het wil noemen. Kun je die ook inspireren op een bepaalde manier? In die zin dat ik gemerkt heb dat op de sportschool waar ik lid van geworden ben, dat je na verloop van tijd leert mensen, ik ben helemaal niet zo'n sportschooltype, ik vind buitensporten veel leuker dan binnensporten, eerlijk gezegd. Maar na verloop van tijd kom je er overigens achter
Want dat wil ik wel gezegd hebben. Kijk, in die zin ben ik ervaringsdeskundig. Als je wat langer hormoontherapie hebt, en ik heb dat een jaar of drie gehad met uitzaaiingen naar de lymfeklieren, nog niet in de botten. Als je wat langer in die sportschool komt, ik doe dat dan twee keer in de week, dan kom je na verloop van tijd toch achter dat je spierkracht, eens in de 10 weken meten we dat, dat iedere 10 weken die spierkracht toch toeneemt. En dat is grappig. En ik ben helemaal geen, laten we zeggen, heel breed type met spierballen. Maar dat, die toename van die spierkracht, dat is, daar moet je best wel wat voor doen. Want andersom geredeneerd, ik heb ook gemerkt dat als je bijvoorbeeld 3-4 weken op vakantie gaat en dan weer naar de sportschool, dan moet je toch weer eventjes, dan duurt het weer even voordat je alle oefeningen weer op het niveau kunt doen wat je had voordat je op vakantie ging. Dus het is ook heel snel weg. Dus het is, je moet het eigenlijk ook niet twee keer in de week moet je doen om het te onderhouden, is mijn gevoel. Maar de aardige is dat als je wat langer in zo'n sportschool bent, dan leer je ook wat meer mensen kennen. Dan leer je ook meer medesporters kennen. En daar zitten soms ook prostaatkankerpatiënten tussen. En ik heb als voorbeeld dat we met één iemand, dat we elkaar ook wel stimuleren en ook met elkaar overleggen. Betrokken had recent een periode met chemo, heb ik ook gehad. En hoe ga je er dan mee om in de sportschool? Nou, dat kun je met elkaar uitwisselen. En dus in die zin kan dat inspirerend werken, denk ik. Oh, fijn, dankjewel allemaal. Melissa, kijk nog eens even naar jou, want er komen allerlei vragen binnen. Ook op het gebied, ook al over de setting van straks, hè? Maar daar zijn we nog niet. We blijven nu bij het bewegen. Ja, ontzettend veel vragen ook over setting inderdaad van zometeen. Maar ik heb nog wat vragen van over het Next trainingsprogramma, waar de patiënten dat ook op het moment kunnen vinden, want ze hebben veel moeite met waar ze dat precies kunnen opzoeken. En ook bijvoorbeeld of het dan echt gericht is op een bepaalde fase in de behandeling van de prostaatkanker. En of dat het ook richt op bepaalde vormen daarvan. En dat is denk ik eerst. Misschien zijn al 3 vragen in 1. Martijn, dat is een heleboel vragen, maar toch vooral over hoe specifiek is het eigenlijk. En vooral de eerste natuurlijk ook, waar kan ik het vinden? Ja, mag ik nog één ding daarvoor zeggen? Ik wil nog heel graag reageren op wat Barry en José zojuist ook zeiden. En dat gaat over dat het, en Inge ook trouwens, dat het soms moeilijk is om iets te gaan doen als je het niet leuk vindt. Hè? En ik denk dat dat heel belangrijk is, dat je wel op zoek gaat naar iets wat wel leuk is. En ik denk dat je daarbij soms ook best kunt omdraaien. In plaats van te denken, ik moet gaan bewegen. Wat voor bewegen vind ik nou leuk? Kun je ook denken, wat vind ik nou belangrijk? En wat vind ik leuk? Bijvoorbeeld, ik vind het belangrijk en leuk om met andere mensen te spreken. Nou, waar kan ik dat doen? En kan ik in die context dan bewegen? Of, ik vind het fijn om in de natuur te zijn. Oké, wat kan ik dan buiten doen wat beantwoordt aan die trainingsdoelstellingen? Het hoeft niet altijd in de sportschool. Het hoeft niet altijd op apparaten. Er zijn heel veel manieren om aan die beweegrichtlijnen te voldoen. Dat NEXT-programma, zoals het er nu uitziet, dat is wel sportschool gebaseerd. Omdat dat natuurlijk, dat is eenvoudig, veilig, eenduidig. Dat kan je eigenlijk altijd doen. Dus dat is meteen het antwoord op de vraag, voor welke fase is dat? Nou, dat kan eigenlijk in alle fases. Dus het is ook niet op specifieke vormen of stadia of behandelstadia gericht. Eigenlijk de beweegadviezen die daarin staan, die kun je over de hele range kun je dat toepassen. En er staan wel mitsen en maren in. Hè? Dus van bij wat voor soort signalen moet je nou even begeleiding zoeken of even overleg zoeken met een gezondheidszorgprofessional. Maar in principe is het voor iedereen. Maar als dat niet bij je past, dan denk ik toch dat het goed is om bijvoorbeeld een fysiotherapeut uit te dagen om te zeggen, bedenk nou eens iets met mij wat ik wel leuk vind om te doen. En wat ook beantwoordt aan die trainingsdoelstelling. Waar kun je dat NEXT-programma vinden? Dat wordt vanaf deze week in zijn huidige vorm, dus het standaardprogramma, uitgerold eigenlijk over heel Nederland. Dus de Astellas zal het beschikbaar gaan stellen aan de ziekenhuizen. En het makkelijkste is dus ook gewoon om je zorgverlener te vragen van, hebben jullie dat al en waar kan ik dat vinden? Als dat daar nou nog niet is, wat kan, want het duurt natuurlijk even voordat het overal beschikbaar is, dan kun je ook gewoon wenden tot de Prostaatkankerstichting. Want die kunnen daar dan, die hebben die materialen ook, maar die kunnen daar ook in bemiddelen en aanwijzen waar je dat dan eventueel kunt krijgen in de aanloop daar naartoe. Het NEXT
2.0-programma noem ik het maar eventjes. Dus wat we nu aan het doorontwikkelen zijn. Ja, dat gaan we pas implementeren vanaf eind van dit jaar eigenlijk. En dan zullen er op steeds meer plekken ook steeds diverser aanbod zijn. Dus wij willen er echt naartoe dat je ook bijvoorbeeld met een buurtsportcoach, met een wandelclubje naar buiten kan, om maar eens iets te noemen. Of dat er inderdaad mensen zoals Barry zeggen, weet je wat, ik begin mijn eigen sportclubje met gelijkgezinden en wij gaan samen buiten lekker bootcampen of zo. Hè? Ik roep maar iets. Zie je dat zitten, Barry? Ja. Nou, dus dat soort initiatieven, het is heel, denk ik, fundamenteel dat we met elkaar nadenken over van hoe kunnen we nou ook variatie in dat aanbod brengen, zodat er voor ieder iets te halen is. Dank. Antwoord op die drie. Ja, nee, sorry. Wilde jij nog iets toevoegen? Nee, ik vroeg, heb ik nu alle drie de vragen beantwoord? Ja, volgens mij. Ja. Ja, inderdaad ook. Helder gezegd, ja. En ook waar ze het kunnen vinden. Inge, ik heb nog even een vraag, want bewegen, leefstijladviezen komen steeds meer op, zeg maar, ook in de gezondheidszorg zelf. Is het steeds meer gemeengoed aan het worden, zeg maar, in de gezondheidszorg om dit steeds meer mee te nemen? Want er is ook wel eens wat kritiek van buiten geweest. Ja, die zijn heel erg op de medische inhoud gericht en dit vergeten ze nog wel eens. Het is zeker een opkomst. En, maar wat, ik vind het altijd een beetje eenzijdig dat, dat wij er niet aan denken. Wat ik heel duidelijk zie, is dat patiënten echt bij mij echt alleen het liefst op die medische inhoud over willen praten. En als ik dan stapjes daarbuiten wil zetten, of dingen die ook belangrijk zijn, dat ze heel snel weer teruggaan naar die medische inhoud. Hè. Ze zijn bij mij, ze willen die medische inhoud en dat vinden ze heel belangrijk. Omdat ik weet dat het niet alleen maar aan de kant is van het geven, maar ook van het ontvangen, dat heel erg gericht is, vind ik het juist zo belangrijk dat wij zo'n goed team hebben. Want bij José en alle andere collega's van mij zijn ze wel bereid om meer over de andere dingen na te denken. En ja, het is hartstikke belangrijk. En ja, ik wil het er heel graag over hebben. Maar het is niet altijd wederzijds. Nee, jij zegt wat dat betreft, merk je ook dat ze bij jou wat dat betreft toch meer nog met de andere vragen komen. En José, ja. Is het dan voor jou toegankelijker om dat te doen? Is dit een onderwerp wat daar makkelijker komt? Komt het altijd makkelijk in jouw gesprekken met mensen? Jazeker, ja. Nee, sowieso de bijwerkingen bespreken, maar ook wat je daar zelf aan kunt doen. Bij alle bijwerkingen bespreken we dat. Niet alleen ook bewegen, maar ook de meest voorkomende bijwerking, wat patiënten zelf kunnen doen en wanneer ze ons kunnen benaderen als ze daar wel een probleem bij ervaren. Dus ja, dat komt echt allemaal wel aan bod. Barry, jij bent natuurlijk een enthousiaste ambassadeur, maar heb jij ooit ook een soort barrière moeten overwinnen? Of toen je het hoorde, want je zei, ja, ik was helemaal niet zo van dat bewegen, bij wijze van spreken. Wat kan je daar nog iets van zeggen? Want jij hebt toch die stap gemaakt. Ja, ik kan het volgende van zeggen. Ik heb mezelf voor de gek gehouden. Toen ik 4,5 jaar geleden te horen kreeg dat ik uitgezaaide prostaatkanker had, had ik het idee dat ik best wel sportief goed bezig was. Ik golfde en ik zeilde en ik ging naar de wintersport. En ik heb een grote tuin en daar was ik ook altijd veel in te vinden. En toch was het zo, toen ik naar de sportschool ging, kwam ik erachter dat ik toch wel de 20, 25 jaar daarvoor toch flink teruggeboerd was in kracht en in uithoudingsvermogen, et cetera. En ik hoorde het straks Inge van Oort even heel snel in een bijzinnetje zeggen. Kijk, ik ben gaan sporten omdat ik me A, weer fitter wilde gaan voelen. Maar de andere grote drijver, en dat is wel overgekomen ook in het gesprek toen de tijd, een van de eerste gesprekken met Inge van Oort, dat ze zeiden, we gaan nu starten met een behandeling. En dat is niet de enige behandeling. We hebben straks ook nog wel andere behandelingen. Maar zorg dat je te zijner tijd fit bent. Want bepaalde behandelingen kun je alleen maar krijgen vanaf een, althans is het verantwoord om die nog te geven, op het moment dat we te maken hebben met een redelijk fitte patiënt. En dat is voor mij, en dat is best wel lastig, maar dat is eigenlijk dus een lange termijn doelstelling waar ik mee bezig ben geweest. En waarom ik bewust ook ervoor gekozen heb om zowel veel te gaan wandelen als ook toch die sportschool, ondanks de natuurlijke afweer die ik er iets tegen heb, toch op te gaan pakken. Omdat ik dacht van ja, ik ben, althans ik was toen 54, ik ben nu 58, bijna 59. Dat is gewoon veel en veel te jong. Ik vind het leven veel te mooi. Dus ik wil ook al die behandelmogelijkheden die er nog komen, ik wil ze graag uitnutten in de toekomst.
En als ik daarvoor moet zorgen dat ik dan zo fit mogelijk ben, dan laat ik dat dan maar doen. Dat is voor mij in ieder geval een extra driver de afgelopen jaren geweest om actief te gaan bewegen. En ook de deuren uit te gaan als het regent. Want dat is bijvoorbeeld met dat wandelen zo. Als je niet hoeft te sporten en je kijkt naar buiten en het regent, denk je nou, vandaag maar niet. Maar op het moment dat je enige tijd de smaak te pakken hebt, dan denk je, ga je anders denken. Dan denk je, ja, nou ja, het regent nooit de hele dag, dus laat maar naar buiten gaan. En na 10 of 15 minuten is het over het algemeen weer droog. Dus je, laat me zeggen, je krijgt over de tijd toch ook een andere mindset, merk ik zelf. Nou, die breng je ook goed over het voetlicht, Barry. Dus dat is, dat is mooi. Dank je wel. Inge, even deze opmerking van Barry, die blijkbaar bij hem heel goed is doorgekomen. Je hebt ook betere vooruitzichten, de fittere patiënt. Kun je daar nog iets over zeggen? Ja, zeker. Dat heb ik tegen hem gezegd, maar dat zeg ik tegen al mijn patiënten. Er zijn, hè, de behandelingen die we geven, hebben bijwerkingen, veel bijwerkingen. En we weten ook van een aantal behandelingen moet je gewoon een bepaalde gezondheid hebben. Willen we die kunnen voorschrijven? En dat het ook zinvol zijn, dat het ook iets opleveren. Dus dat probeer ik ook mijn patiënten echt van te doordringen. Hè. We gaan een traject in wat, als het goed is, jaren duurt. En in die jaren wil ik dat je niet nu al in slechte conditie bent. Want dan weet ik zeker dat ik het straks een aantal van die behandelingen niet meer kan geven. Hè. Dus zorg er nou voor dat je goed gezond blijft. Maar zorg ervan dat je goed in conditie blijft en gezond. Maar in ieder geval goed in conditie, goed je lichamelijk goed, hè? Spiermassa. Het heeft zoveel voordelen. Mensen voelen zich ook zo veel fitter. Hè? Barry is één van mijn succesverhalen. maar ik heb er zeker meer die zijn begonnen en die zijn afgevallen, terwijl ze dat jaren ervoor niet. Die zijn sterker geworden. Die lopen en sporten veel meer. Ze halen er zoveel meer uit. Dat het gewoon echt leuk is. Barry was het altijd van, nou, hoeveel stappen doe je nu gemiddeld? En die was heel erg gericht op de stappen. En dat is heel leuk om te vragen van, hè, wat heb je nu gedaan? Waar ben je beter in geworden? Dat is natuurlijk ook een gezellig praatje. En dat is natuurlijk ook een leuk onderdeel. Van, als je het over zware dingen hebt, vind ik het ook leuk om te horen hoe ver die vooruit is gegaan. En welke leuke wandeling die heeft gedaan. Of wat andere mensen, hoeveel ze hebben gefietst. Ik vind het altijd wel leuk. Ik schrijf het ook altijd even op. Dan weet ik weer wat ik de volgende keer naar moet vragen. Leuk, mooi, dankjewel. En we zijn al bijna weer aan het einde, of we willen of niet, zo snel gaat het. Er zijn heel veel vragen, andere vragen worden individueel beantwoord, maar er is nog wel ruimte voor één vraag. Ja, nou, ik had één hele leuke reactie binnengekregen, wat misschien een goed idee is om beweeggroepjes op te richten per regio. Dus was een van de reacties die binnenkwam. En dan heb ik nog een vraag die dan meer betrekking heeft op de algehele leefstijl. Of bijvoorbeeld voeding of een bepaalde eiwitrijke voeding. Of dat extra belang heeft bij de opbouw van de spieren. Of dat er misschien bepaalde voedingssupplementen een extra waarde kunnen hebben voor prostaatkankerpatiënten. Martijn, dan kom ik toch weer even bij jou. Voeding gecombineerd, zeg maar, met bewegen. Ja, dat klinkt heel voor de hand liggend. Het is nog niet helemaal precies duidelijk hoe dat er nou uit zou moeten zien. Vooral over supplementen, daar is nog veel onzeker. Het is wel zeker zo dat als je onvoldoende eiwitten inneemt, dan heb je eigenlijk ook de voorwaarden niet om spiermassa op te kunnen bouwen. Dus op het moment dat je gaat sporten, heb je gewoon wel meer eiwitten nodig. En het algemene advies is tussen de 1,2 en de 1,6 gram eiwit per kilogram lichaamsgewicht per dag. Dat is wat je ongeveer nodig hebt als je spiermassa wil opbouwen, maar ook als je bijvoorbeeld ziek bent en je lichaam dus hard aan het werk is en dus veel eiwitten nodig heeft, ook om zo'n behandeling goed te doorstaan. Dat is best wel redelijk veel, maar ook niet onmogelijk. Dus als je het idee hebt dat je in je moeite hebt om in je dieet van voldoende eiwitten te komen. Er kan bijvoorbeeld zijn, mensen die vegetarisch zijn, die moeten echt iets harder hun best doen om voldoende eiwitten binnen te krijgen. Nou ja, dan zou je daar nog zelf voor kunnen laten adviseren. Het is niet zo dat je meteen aan de potten wei eiwit moet, zoals de topsporters daarmee bezig zijn. Of kilo's vitamine D moet gaan innemen om die dingen te verbeteren. Maar je moet wel een uitgebalanceerd voedingspatroon hebben met alle
voedingsstoffen daarin in voldoende mate. Helder. Inge, jij wil daar volgens mij ook nog even iets over zeggen. Nou, ik ben met name over de voedingssupplementen. Want er wordt nu één groot van voedingssupplementen kun je nemen. Of is het wel of niet van toegevoegde waarde. Waar je heel erg op moet letten is dat wij moeten weten wat je gebruikt. Want er zijn een aantal medicijnen die door de lever worden verwerkt. En waarbij voedingssupplementen waarvan je denkt van dat is mooi, ik heb iets extra's. Soms zoveel zijn. Dat het niet goed voor je is. Dus pas op met voedingssupplementen. Want daar zitten soms zulke grote, hoge hoeveelheden in. Dat het niet goed is in combinatie met een aantal van onze bijvoorbeeld hormoontherapieën. Kortom, overleg altijd met je behandelaar. José, als er nog iemand is die denkt, ik twijfel nog even. En je mag nog in één zin zeggen waarom dat bewegen zo leuk is. Wat zou je dan tegen de patiënt zeggen? Nou, behalve dat het leuk is, dat het vooral veel vitaliteit geeft. Ja. In de tijd die je te gaan hebt. Gewoon vitaliteit en goed. Berry, als jij nog een twijfelende medepatiënt zou moeten overtuigen, wat zou je tegen hem of wat zou je zeggen? Het is het ultieme medicijn zonder dat je een pilletje hoeft te nemen. Gewoon gaan sporten. En je voelt je in ieder geval tussen de oren al heel snel veel beter. Nou, dit mooie reclame kunnen we volgens mij niet maken. We gaan even pauzeren, maar niet nadat ik jullie dus zeer bedankt heb. Allemaal, José Teunis, want jou zien we straks niet terug. Althans niet in deze rol, in het tweede deel. Zeer veel dank voor alles wat je met ons hebt willen delen. Berry van der Heijden, dank voor al je persoonlijke ervaringen die je ook hebt in willen brengen. En Martijn, dank uiteraard voor je presentatie en al je wetenswaardigheden. Inge, jou bedank ik ook, maar jou zien we ook zo terug in het tweede deel. Als we het tweede deel gaan doen, dat gaat over de nieuwe behandelmogelijkheden. We pauzeren nu een vijftal minuten, daar komt nog een filmpje in. En dan zijn we bij u terug met het tweede deel. En dan hebben we dus een ander forum met Inge en een tweetal anderen. Tot zo. Dit is Sjors. Hij komt net uit het ziekenhuis. De dokter die hem behandelt voor zijn prostaatkanker heeft hem net aangeraden om meer te gaan bewegen. Maar als hij daaraan denkt, heeft hij dit voor ogen. En hoe weinig motiverend en onaantrekkelijk sportscholen kunnen zijn. Wat hij eigenlijk moet gaan ontdekken, is dat lichamelijk actief zijn ook anders kan. Bijvoorbeeld zo. Nu Roger weet hoeveel baat hij kan hebben bij een actieve levensstijl, neemt hij de trap in plaats van de lift. Maar wat zijn die voordelen van meer bewegen dan? De specialisten die zich met patiënten bezighouden zeggen er dit over. Er is rijkelijk met wetenschappelijk onderlag som visar att fysisk aktivitet förlänger livet och förbättrar livskvaliteten. Det finns det för alla cancerformer, inklusive prostatacancer. Bewegen heeft dus echt voordelen. Ook in het gewone dagelijks leven. De mensen om u heen zullen dan ook zeker opmerken als u meer gaat bewegen. Toch, Nancy? Dus ja, als je er even over nadenkt, is de beslissing niet zo moeilijk. En meer bewegen hoeft niet echt ingewikkeld te zijn. Het is niet vreemd als u er tegenop ziet om met bewegen te beginnen. En uit te vinden wat voor soort activiteit of oefeningen bij u zou passen. Maar uiteindelijk is het moeilijkst beginnen. Vraag professionele begeleiding via het ziekenhuis, fysiotherapeut of oncologisch geschoolde fitnesstrainer om te bekijken wat voor u de beste manier van bewegen is en die ook bij u past. Wilt u weten wat u zelf kunt doen? Vraag uw behandelaar naar de Next-brochures. En bespreek voor u begint met uw behandelaar en of oncologisch geschoolde fysiotherapeut wat u aan activiteit en beweging wil gaan doen. Welkom terug. We gaan verder met deel 2 van het webinar. Nieuwe behandelmogelijkheden, nieuw panel ook. Eén bekend gezicht nog, Inge van Oort, uroloog vanuit het Radboud UMC, is blijven zitten. Inge, welkom weer. Fijn dat je ook in dit deel al je kennis en expertise met ons wilt delen. Rien Knol is ervaringsdeskundige en ook bestuurslid van de Prostaatkankerstichting. Rien, welkom. En fijn dat ook jij je eigen ervaringen wil inbrengen en alle ervaringen die je ook vanuit de stichting en kennis die je hebt.
En Martijn Lolkema is internist, oncoloog in het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam. Martijn, van harte welkom uiteraard. Er staat hier heel mooi nieuwe behandelmogelijkheden. En op de site staan dan een aantal prachtige kreten. Moleculaire diagnostiek, lutetium, behandeling van studies, trials. Waar wil je beginnen met de moleculaire diagnostiek? Is het goed dat je daar eerst iets over vertelt? Ja, ik dacht, gaat Inge? Ik wil ook beginnen hoor, dat is geen probleem. Ieder begint. Ja, Inge, nou in ieder geval dan... Sorry? Moleculaire diagnostiek, wil jij daar iets over vertellen? Ik wil wel wat van over vertellen. Nou, ja. Vertel, steek van wal. Ja, het is iets heel... het is een mooi woord, moleculaire diagnostiek. En wat houdt het nou precies in? Nou... wat wij in de afgelopen tijden langzamerhand steeds beter gaan weten en steeds beter gaan leren, is dat die prostaatkankercel van alle patiënten niet steeds dezelfde prostaatkankercel is. En dat er veel meer kenmerken te vinden zijn die ons kan helpen om bepaalde behandelingen in te zetten. En dat is iets wat we nu langzamerhand steeds vaker gaan doen. Het is nog geen standaard beleid, maar het is wel iets waar we steeds meer van weten, ook steeds beter kunnen vinden en, nog misschien wel het belangrijkste, ook steeds beter weten bij die afwijking die we mogelijk vinden, ook steeds beter weten dat er een behandeling voor is. En dat is eigenlijk wat moleculaire diagnostiek is. We gaan op zoek naar de prostaatkankercel bij de patiënt. Daar halen we liefst uit een van de uitzaaiingen een stukje weefsel weg. Op zoek naar wat is er nou zo specifiek aan die prostaatkankercel, waardoor we je misschien nog wel een extra behandellijn kunnen geven. We gaan eigenlijk op zoek, zit daar in het DNA, zitten daar afwijkingen die ons meer behandellijnen kunnen geven. Dus dat is eigenlijk moleculaire diagnostiek. Het is heel groot. Je kunt naar heel veel dingen zoeken. En we weten ook al heel veel. Maar het is maar een heel klein beetje van wat we uiteindelijk hopen te kunnen doen. En we weten ook heel veel al te vinden. Maar we weten ook nog niet voor alle afwijkingen welke behandeling daarbij past. Dus dat is het onderdeel moleculaire diagnostiek. Iets wat gaande is, in opkomst is, in ontwikkeling is. Vragen patiënten er ook veel naar? Bijvoorbeeld bij jou, want patiënten weten dit ook langzamerhand allemaal. Ik heb heel veel patiënten die lid zijn van de Prostaatkankerstichting. Ook veel op de Duos-site kijken en goed geïnformeerd. Dus word er heel veel naar gevraagd. En probeert ook altijd heel duidelijk uit te leggen, voor zover je het echt duidelijk kunt uitleggen. Het is best wel een moeilijke materie. Hè? Wanneer kan je het nog wel? En wanneer kun je het doen? Hè? Want daar was dus de afgelopen tijd wel wat in de media geweest. En nou wil iedereen moleculaire diagnostiek. En dan moet je uitleggen dat de moleculaire diagnostiek eigenlijk alleen maar zinvol is wanneer je aan het doorbreken bent op je hormoontherapie. Dan moeten we gaan verder kijken wat we in de toekomst nog doen. En dat is namelijk zo dat in die tijd die de prostaatkankercel nodig heeft om resistent te worden voor zijn hormonen, ze ook wat aan het veranderen zijn. En we willen eigenlijk die kwaadaardige cellen, juist die veranderde cellen, die eigenlijk altijd in de uitzaaiing zijn, want dat zijn de slechtste cellen, die zijn op zoek, die zijn verderop in het lichaam gaan zitten, die willen we pakken. Met een biopt, een hapje nemen en dan op zoek gaan. Hè, wat heeft deze cel nou specifiek waar wij wat mee kunnen? En het is dus voor de patiënt die aan het begin van zijn behandeltraject staat en die heel graag dit al wil, echt wel verdrietig als ik vertel dat ze nog een aantal jaren, hopelijk, hè, voordat ze resistent worden, moeten wachten voordat ze hier voor een aanmerking komen. Aan de andere kant is het ook wel weer goed teken, want je komt er nog niet voor in aanmerking. Maar we willen zo graag van tevoren al direct al weten waar kom ik voor in aanmerking. En ja, we gaan de aankomende jaren steeds meer weten, maar we hebben gewoon tijd nodig.
Martijn, ik zie jou, dat zien de kijkers niet, maar veel meeknikken in een soort vorm van herkenning. Is dit lastig? Want er komen steeds meer mogelijkheden, zeg maar even een algemene. Dus er komen ook steeds meer vragen op jullie af. En je moet dat allemaal op de een of andere manier... Is dat lastig? Ja, dat is absoluut lastig. Ik denk dat de patiënten die vandaag aan het kijken zijn zich heel erg moeten beseffen dat we in een transitieperiode zitten. Hè? Een overgang van het denken over prostaatkanker als één ziekte. Als een ziekte waarbij eigenlijk alle mannen dezelfde ziekte hebben. Naar het denken veel meer op de persoon gericht. Hè? Van welke, hè, wat Inge zo netjes uitlegt, welke patiënt heeft welke afwijking in de tumor zitten. De Engelsen zeggen dan, we're scratching the surface op dit moment. Dus we zijn echt een begin van het kunnen zien wat is er bij een patiënt, die ene patiënt aan de hand. En wat heeft dat voor gevolgen voor de behandeling? En ja, dat betekent dus dat we nog niet helemaal op dat punt zijn dat we echt iedereen nu al kunnen gaan testen. En dat levert natuurlijk heel veel discussie op, dat is absoluut waar. Ja. Rien Knol, ervaringsdeskundige, staat natuurlijk hier, maar ook heel actief in deze stichting. Het is een onderwerp waar je ongetwijfeld ook altijd heel veel vragen over naar jullie toekomen. Jij hoort deze verhalen, jij weet het misschien al, maar hoe lastig is dat per patiënt, zeg maar? Van belang is wat Inge van Noord net ook zei. Als je al een behandeling hebt die nog goed werkt, dan moet je dat natuurlijk niet afbreken. Want ik roep altijd maar, we moeten zien als patiënt dat je tijd koopt. Hè? Hoe meer tijd je krijgt, des te meer behandelmogelijkheden er ook zijn. En als je op het punt komt dat een behandeling niet meer werkt, dan moet je kijken naar een volgende behandeling. Helaas heb ik wat ervaring met verschillende behandelingen. Ik heb een heleboel gehad. Ik heb nu, zeg maar, op basis van die moleculaire diagnose een behandeling die heel goed aanslaat. En dat is eigenlijk een medicijn tegen eierstokkanker, wat bij mij goed werkt. En voor zover ik weet heb ik geen eierstokken, maar het werkt heel goed. Mijn PSA is gezakt van 400 naar nu onder de 200. Zelfs onder de 100. Dus dat werkt goed dankzij al die verrichtingen die men dan toch doet in die nieuwe mogelijkheden die er zijn. We krijgen daar als stichting natuurlijk ook heel veel vragen over. Maar ja, het is altijd nog zo dat je met je eigen behandelaar erover in gesprek moet. En als je zelf al wat wijzer geworden bent, dan kun je met je behandelaar ook het gesprek voeren over wat vervolgtrajecten zou kunnen zijn. En we verwijzen natuurlijk niet naar een specifiek ziekenhuis of naar een specifieke specialist. Maar we zijn natuurlijk als patiëntenstichting vooral ook bezig om met concentratie van zorg en kwaliteitsverbetering te krijgen. En er zou veel meer specialisatie moeten komen. Dat geldt niet alleen overigens voor prostaatkanker, maar dat geldt voor heel veel ziektes waarbij door concentratie een kwaliteitsverbetering kan zijn. Omdat de vragen zo specifiek geworden zijn dat je zegt dat moet alleen op een aantal plekken waar die kennis echt voorhanden is beantwoord worden. Precies. Ja. Lise, jij bent er ook nog steeds, want ik had jou bijna vergeten te introduceren, want jij koppelt alle vragen. Er zijn heel veel vragen ook weer. Kun je vast eens even ergens iets eruit vissen? Ja, ik kan er alvast eentje uitvissen, inderdaad. Of er een verschil is tussen een biopt in de hormoonresistente periode en de castratieresistente periode. Ja, Martijn. Ja, sorry, was alweer begonnen natuurlijk. Ja. Ik denk dat het belangrijk is om daarin onderscheid te maken. Er zijn afwijkingen die echt al helemaal in het begin van het moment dat die tumor is ontstaan er zijn. En die kun je dus in principe gewoon uit een primaire tumor halen. En er zijn afwijkingen die gedurende het verloop van de ziekte worden toegevoegd daaraan. Er is goed onderzoek naar gedaan. En waar we het nu allemaal over hebben, die moleculaire diagnostiek die nu van belang is direct voor patiënten, dat zijn de zogenaamde BRCA-afwijkingen. Dat zijn afwijkingen in DNA-reparatiemechanismen. En dat zijn eigenlijk afwijkingen die we kennen als afwijkingen die vroeg ontstaan. Dus dat betekent dat als je alleen naar die BRCA-afwijkingen wil kijken, dan kun je ook naar de tumor die lokaal was, hè, waar biopten uit afgenomen zijn, kun je gewoon
gaan kijken en dan kun je daar je moleculaire diagnose op zetten. En wat Inge heel netjes zegt en wat ook echt wel waar is, is er zijn gedurende de loop van de ziekte een aantal afwijkingen die erbij komen. Dus als je echt wil weten wat is er nou op dit moment met de tumor aan de hand, dan moet je een biop nemen op het moment dat dat relevant is. En dat is voor nu nog de castratieresistente setting. De setting waarin je dus eigenlijk al ongevoelig geworden bent voor hormoontherapie. Dankjewel. Inge, ik heb daar sowieso in zijn algemeenheid ook een vraag voor jullie over. Ik zeg bij jou heel mooi uroloog, bij Martijn zeg ik internist-oncoloog. Betekent dat jullie ook op een verschillende manier naar dezelfde aandoening kijken? Of kijken jullie op dezelfde manier? En kun je daar iets over zeggen? Want ik kan me best voorstellen dat er mensen zijn die denken, ja, waar moet ik zijn? Bij de uroloog natuurlijk. Ja. Nee, de prostaatkanker is echt een ziekte waar wij vroeger alleen maar uroloog. En 15 jaar geleden was het de uroloog, die deed de hormoonbehandeling en toen hield het op. Gelukkig hebben we de afgelopen 15 jaar enorm veel ontwikkeling doorgemaakt. En als een van de bijwerkingen is dat internist-oncologen opeens een ziekte vonden die ze ook interessant begonnen te vinden. Dus toen is er langzamerhand er ook interesse gekomen vanuit de medische oncologie, wat hartstikke goed is. En ik denk dat het gewoon het allerbelangrijkste is dat je gewoon als team in een ziekenhuis goed doet aan kruisbestuiving. Ja, ik ben wat urologischer, wat chirurgischer aangelegd. Hè, dat is mijn basis. Ik denk misschien net iets anders over na. Maar samen met de medisch oncoloog kun je dan juist tot een heel goed beleid komen, kun je ook van verschillende kanten dingen zien. Dus ik denk dat het juist goed is om van verschillende kanten naar zo'n ziektebeeld te kijken. Dat gezegd hebbende, op een gegeven moment is de uroloog gewoon uitbehandeld. Dan wordt er chemotherapie gegeven. Dan zijn er dingen die gewoon bij de medisch oncoloog thuis horen. Maar dan nog vind ik dat je dat gezamenlijk steeds moet bespreken in de tumorwerkgroep, omdat je echt van elkaar kunt leren. Martijn, ik neem aan dat jij daar geen woord Spaans bij gehoord hebt. En hier is niks tegen in te brengen. Ja, behalve dat het nooit zo kan zijn dat een internist-oncoloog een bijwerking is. Ja, hij geeft bijwerkingen, dus dat zijn we even vooropgesteld. Dat het denk ik heel goed is dat in die afgelopen 10, 15 jaar inderdaad die internist-oncoloog zich beter heeft verdiept in de ziekte en ook meer daaraan toe is gaan voegen. Zeker ook omdat dat hele spel van iedere keer een nieuwe behandeling en wat voor gevolgen dat voor patiënten heeft. Dat is toch iets wat internist-oncologen toch heel erg gewend zijn om te doen. En dat is wel echt waar ook een stukje meerwaarde in de begeleiding ligt. En verder ben ik het natuurlijk helemaal eens met Inge. Je moet het helemaal samen doen, want we hebben ook mensen nodig die gewoon de lokale en de chirurgische expertise hebben, absoluut. Ignon, kun je daar vanuit patiëntenperspectief iets over zeggen? Want die patiënt die weet misschien niet altijd welk team er helemaal aan de... Is een patiënt gebaat bij één iemand die het hem allemaal uitlegt? Of is het juist dat teamwork ook waar hij goed van op de hoogte moet zijn? Je moet goed op de hoogte zijn bij welke behandelaar je zit. Je moet goed op de hoogte zijn wat je in het ziekenhuis, hoe ze daar werken. Maar je moet ook iemand hebben waar je gewoon een klik mee hebt. En daarnaast moet je gewoon één hoofdbehandelaar hebben. Je moet gewoon één iemand hebben waarop je terug kan vallen. En dat ik dan een team om me heen heb waar ik het mee overleg. Ik ben dan degene weer die het terugbrengt. En dat geeft rust. Hè? Het geeft rust om het idee te hebben. Hè? Er zijn meer mensen die naar mij kijken. Het geeft ook rust. Er is één iemand waarbij ik mijn vragen kan stellen. Ieder ziekenhuis heeft het allemaal net iets anders georganiseerd. Ik wil niet zeggen dat het slecht is. Het is gewoon net weer wat anders. Hè? Je moet wel je uiteindelijk thuis voelen. Hè? Het gevoel hebben, oké, hier zit ik goed. Dat is eigenlijk het belangrijkste. Rien, kun jij daar nog iets over zeggen? Eén hoofdbehandelaar, is dat het rustigste gemiddeld genomen voor een patiënt? Dat vind ik eigenlijk wel. Anders heb je ook het gevoel dat je als je naar de muren gestuurd wordt. En vaak heeft elk persoon net een iets andere invalshoek. Het gaat erom dat je al jouw vragen kunt stellen aan de behandelaar waar je veel vertrouwen in hebt. En
waarvan je ook weet dat die niet in zijn uppie van alles zit te doen, maar dat ook in een overleg aan de orde stelt. En ik mag zeggen dat ik ook ervaren heb dat dat buitengewoon goed werkt. En dat geeft jezelf rust. En vooral ook vertrouwen dat ze het goede met je voor hebben en dat ze al het mogelijke doen om die zieke nou ja, stabiel te houden en je een zo goed mogelijke kwaliteit van leven te geven. Dus ik vind, dat is wel belangrijk, vind ik. Ja. Helder, dankjewel. Ik ga naar een woord lutetium, wat hier een aantal keren ook gevallen. En, Martijn, dan kom ik geloof ik wel bij jou uit. Hè? Daar ben ik wel het goede. Ja, even, we hebben lutetium, dat is natuurlijk een buzzword op dit moment. Hè. Het leeft heel erg in de prostaatkanker patiëntenvereniging, denk ik ook wel deels terecht. Even, ik denk dat lutetium en de moleculaire diagnostiek hebben één ding gemeen, wat ik denk heel belangrijk is, nog heel eventjes hier ook op dit forum nog even aan te geven. We zijn voor de moleculaire diagnostiek nog niet zover dat we het allemaal netjes hebben geïmplementeerd in de standaardzorg. En dat betekent dat er nog wel eens verschillen zijn tussen verschillende ziekenhuizen, wat je aangeboden krijgt en wat niet. En ik denk dat in deze transitiefase, in deze overgangsfase, zeker ook daarvoor geldt, overleg dat met je dokter. Als dingen echt niet kunnen in bepaalde ziekenhuizen, ja, dan moet je misschien toch gaan kijken, wil ik ergens anders naartoe? Dat is één. Twee, lutetium. Ja, dat is een soort van buzzword. Dat is echt een behandeling die er ook wel echt aan zit te komen. Er is een grote studie gedaan. Die is klaar. In ieder geval, die is klaar met inclusie. Er zijn voldoende patiënten in die studie geïncludeerd. Waarbij echt werd geloot tussen lutetium en een standaard behandeling. En zodra die studie ook daadwerkelijk resultaten oplevert. En we zijn nu een beetje in de verwachting dat eind dit jaar, begin volgend jaar gaat gebeuren. En dan heb ik dus over 21 waarschijnlijk nog, maar misschien zelfs in 22. Dat er een traject op gang gaat komen voor de vergoeding van dat geneesmiddel, ook in Nederland. Tot die tijd wordt het niet standaard gegeven. Er zijn af en toe plekken waar ineens weer dan een soort van bericht komt. Oh, hier geven we het. Of daar geven we het. En dat is dan vaak op lokale initiatieven die zeker nog niet verzekerde zorg zijn, dus altijd een beperkte toegang hebben. En dat is heel vervelend, want lutetium PSMA heeft de belofte dat het een vrij milde behandeling is, die relatief weinig bijwerkingen kent en toch wel bij bepaalde patiënten effectiviteit laat zien. Dus dat is wel ingewikkeld op dit moment. Inge, herken jij die ingewikkeldheid? Komt die vraag ook veel? Moet je het hier veel over hebben met elkaar? Ja. Ja, je hebt het veel over. Zelfs al, het is zo'n buzzword dat zelfs patiënten die komen voor een lokale behandeling van de prostaatkanker, dus het verwijderen van de prostaat, ook al beginnen over lutetium. En daar is het dus nog niet voor bedoeld. Het is gewoon echt iets waar, ik denk wel meer dan de helft van mijn patiënten erover begint. En het is gewoon heel vervelend als je weet dat er ergens een behandeling is die mogelijk goed voor je zou kunnen zijn, wat niet vergoed wordt. Moet je wel nu zeggen, hè, we hebben tot nu toe, hè, tot voor die grote studie, zijn het alleen maar kleine studies geweest. Dat lijkt veelbelovend. Alleen, ja, we willen echt, hè, willen we iemand iets aanbieden, willen iemand een nieuwe behandeling aanbieden, willen we echt goed kunnen zeggen van, hè, dit is goed voor u, dit gaat zo en zo lang ongeveer werken, dit zijn de bijwerkingen, en daar heb je gewoon een grote studie voor nodig. Dus zolang die studie er niet is, is het gewoon nog geen standaardzorg, is het iets extra's, hè, wat je op dit moment bijna dus niet in Nederland kan halen. Ofwel in studieverband. Hè, dat doen we ook. We doen zeker een aantal studies. Of in het buitenland waar je veel geld voor moet betalen. Dus ja, het is wel. Het is vervelend dat het er nog niet zo standaard is. En we hopen dat het zo beloftevol is als we denken dat het is.
Helder, jullie beide uitleg. Rietmol, zijn dit vragen die ook veel naar de stichting toe komen? En dan moet jullie ook een antwoord geven. Jazeker. Daar krijgen we ook heel veel vragen over. We zijn ook alweer 2,5 jaar geleden, geloof ik, begonnen samen met 2 ziekenhuizen, Erasmus Doet Mee en Radboud, te kijken of we ook een aparte studie konden opzetten om er maar voor te zorgen dat als de uitkomst van die studie heel positief is, dat het dan ook een door de zorgverzekeraar vergoede behandeling gaat worden. De Bolzijstudie, zoals die heet, daar hebben we ook geprobeerd als stichting samen met de Vriendenloterij geld bijeen te halen. Die studie die kost aanvankelijk 1,2 miljoen. En die studie gaat ook nog lopen. Dus wij vinden natuurlijk, en dat was 2,5 jaar geleden eigenlijk de discussie, kun je in Nederland patiënten een behandeling geven die ze zelf moeten betalen. Maar dat is meer een ethisch vraagstuk. En als stichting hebben we gezegd, nee, elke patiënt moet voor de beste behandeling in aanmerking kunnen komen. Dus we moeten er veel energie in stoppen om ervoor te zorgen dat, als die behandeling inderdaad zo effectief is, dat dat een behandeling is die voor elke patiënt die ervoor in aanmerking komt, ook gegeven kan gaan worden. En dan is het inderdaad het wachten op de studies die lopen. En ja, we zijn redelijk verwachtingsvol. En ik hoop ook, en dat is misschien wel aardig om te zeggen, in ons blad nieuws, wat in maart, meen ik, uitkomt, hopen we ook een beetje een stand van zaken rondom lutetium te kunnen zeggen. Niet dat dat dan veel helpt, maar dan weten we wel een beetje wat de stand van zaken is en wat mogelijke verwachtingen zijn. Er wordt nu aan geschreven, dus ik hoop dat we dat kunnen publiceren straks. Nou, dank. Ik denk dat jullie dit heel helder uiteengezet hebben en dat het ook een heleboel vragen hopelijk wegneemt. Er komen wel een heleboel vragen, ook over vergoedingen. Hè? Er komen heel veel vragen over vergoedingen, maar die zijn ook heel vaak op individuele basis waar we niet zoveel over kunnen zeggen. Of is er toch een soort grootste gemene deler of iets uit te halen? Nou, ik krijg inderdaad heel veel persoonlijke vragen binnen. Dus ik probeer meer de wat algemenere vragen te stellen. En hierin wordt met name gevraagd van in welke fase wordt die lutetiumtherapie eigenlijk toegepast? En ja, bijvoorbeeld moet je eerst een chemobehandeling alvorens doorstaan voordat je in die behandeling kan krijgen? Of kan dat al meteen? Hoe zit dat eigenlijk? En in welke fase van de kanker kunnen patiënten deze behandeling krijgen? Martijn, ik zie jou knikken. Ja, ik denk dat de studie die nu is gedaan, dat is een studie die in ieder geval 1 eerdere behandeling heeft vereist voordat je aan de lutetium ging. En dat mocht inderdaad chemotherapie of antihormonale therapie zijn. Maar ik denk dat voor de patiënten belangrijk is om te beseffen dat de lutetium ingezet gaat worden richting het einde van de ziekte. En dat is eigenlijk gek natuurlijk, want je denkt, ik heb een effectief geneesmiddel, waarom kan ik daar nou niet meteen mee beginnen? Maar dat is de normale manier van het ontwikkelen van geneesmiddelen. We beginnen altijd achteraan het spectrum, waar de mensen eigenlijk geen echte effectieve opties voor behandeling meer hebben. En kijken, werkt het daar? En als het daar werkt, gaan we onze weg terugwerken met nieuwe studies richting de vroegere stadia, waar je misschien ook wel meer winst kunt gaan boeken. Maar dat weten we niet. He, dus het stadium is echt voor behandelde patiënten die al castratieresistent zijn. En ik denk ook dat er wordt heel veel negatief nu toch soort van berichtgeving gedaan over lutetium in de zin van ja, het wordt niet gegeven omdat de vergoedingen niet geregeld zijn, omdat we de studie moeten afwachten. En dat is echt niet voor niks. Hè. We hebben hele veelbelovende resultaten uit het verleden, maar zoals Inge zei, het zijn allemaal kleine studies. De eerste echte gerandomiseerde studies, de eerste echte studies waarbij geloot is, die hebben we nu ook al gezien. En dan zien we de effecten, het werkt. Hè. Maar als je dat afzet tegen de behandelingen die we al hebben, is het nou ook weer niet meteen dat het wereldschokkend is. He, dus ik denk wel dat het gaat bijdragen, absoluut. Maar de mate waarin het gaat bijdragen, daar moeten we ook niet te enthousiast over. Okay. Inge, heb jij daar nog iets aan toe te voegen? Hey, ik denk dat het echt heel... We moeten gewoon echt heel reëel zijn. Het is geen magisch middel. Hè? Bij elk nieuw middel denken we allemaal, oh, dit is het middel waar iedereen van gaat genezen.
Dat is het gewoon niet. We zijn blij met elk nieuw middel erbij. Want dat geeft ons weer meer mogelijkheden. Dit is een middel wat straks voor een deel van de patiënten een goede behandeling zou kunnen zijn. Maar ook niet genezend. Heel belangrijk, niet genezend. En ja, we beginnen achteraan de rij, hè, zoals we met al die andere medicijnen ook hebben gedaan. En gaan dan vrij snel wel met onderzoeken weer kijken waar die vroeger in de lijn geplaatst kan worden. Maar dat moeten we afzetten tegen dingen waarvan we al zeker weten dat ze werken. En dat is echt heel belangrijk. Het is echt, we willen mensen juist niet een goede behandeling onthouden, omdat we een idee hebben dat er mogelijk iets zou kunnen werken. Dat is gewoon niet ethisch. We willen u de beste behandeling geven en daar moeten we de juiste plek voor vinden. En dat is onderzoek. Dat is het enige wat we kunnen doen is onderzoek. Gewoon zeker weten en niet op basis van het zal misschien wel kunnen werken. Dankjewel. Ik kijk nog eens even naar jou, Melissa. Want er zijn veel vragen. Is er nog een vraag die eruit springt? En nogmaals, alle andere vragen worden behandeld buiten de uitzending en ook beantwoord. Hè? Dus daar kunt u zeker van zijn. Ja, er wordt hier ook heel veel over Duitsland gesproken en de lutetiumbehandelingen daar. Kunnen jullie daar nog iets meer over zeggen waarom ze daar al wel verder zijn in vergelijking met hier in Nederland? Nou, we beginnen bij Nijmegen, want die zitten dichtst bij de grens. Dus die mogen daar iets over zeggen. Ja, het systeem in Duitsland is gewoon heel anders. En zij mogen beginnen met behandelingen als ze het idee hebben dat het zou kunnen werken. Wij zijn veel strenger daarin. Daarnaast is het dus in Duitsland ook het systeem van behandeling van betaling ook heel anders. Ja, wij kunnen patiënten, als wij denken dat, dat het zinvol is, naar Duitsland sturen. Maar dat kan alleen maar als dat betaald wordt. En dan praat je echt over 6.000, 7.000 euro per kuur. En dan praat je over zo ongeveer 3 kuren. Dus dat is echt heel duur. En zo werken wij gewoon niet in Nederland. Hè? Het is niet zo dat zij beter zijn of verder zijn. Wij werken anders. En ja, nu ben ik wel eens gefrustreerd dat wij anders werken. Maar aan de andere kant zijn we wel heel netjes en kunnen we straks heel goed aan onze patiënten vertellen waarom we dingen wel of niet willen en wat voor consequenties het heeft. Dus ze werken anders. Soms heb je wel het idee, beter als het me weer tegen zit en ik denk van, goh, wouden wij het hadden. Aan de andere kant denk ik van, ja, hè, je wil ook echt met je patiënt goed kunnen bespreken. Dit gaat het opleveren. En wij willen gewoon in onze Nederlandse samenleving niet dat mensen die rijk zijn het wel kunnen betalen. En mensen die niet zoveel geld hebben het niet kunnen betalen. Want dat is gewoon niet eerlijk. Helder, dank nogmaals voor deze uitleg. Ik kijk nog eens even naar jullie, want er zijn allerlei studies, trials, ontwikkelingsmogelijkheden. Martijn, wat is nog interessant? Want voor je het weet hebben we straks de tijd om. En dan denk je, ja, we hadden dat nog even moeten vertellen. Wat is interessant nog buiten de ontwikkelingen die we al besproken hebben? Ja, weet je, kijk, ik denk dat wat we nu zien, hè, is dat de wereld heel snel aan het bewegen is. Dus er zijn allerlei nieuwe ontwikkelingen op het gebied van prostaatkanker. Ook de farmaceutische industrie is echt prostaatkanker aan het ontdekken als ziekte waar ze graag nieuwe geneesmiddelen willen ontwikkelen. En dat is een verandering in de laatste decade. Hè. Dat was 15 jaar geleden helemaal niet zo. En dat is nu echt wel zo. En dat betekent dus dat het ook voor patiënten wel belangrijk begint te worden om na te denken over hoe ver ben ik bereid te gaan. En wat vind ik nou belangrijk in dat behandeltraject voor uitgezaaide vormen van prostaatkanker. En wat je nu ziet is dat omdat die behandelingen zo vaak ontwikkeld worden, is dat er ook in centra, nou, zoals bijvoorbeeld in Nijmegen of in het AVL of in Rotterdam, dat we ook echt wel studies aan het doen zijn voor mensen die geen andere behandelopties meer hebben. En net als de vorige patiënt in de vorige sessie zei van, ik ben fit aan blijven om alle mogelijkheden die er zijn nog te kunnen gaan benutten. En die mensen die moeten zich beseffen dat het aantal opties die op dit moment voorbij komt voor patiënten met prostaatkanker om deel te nemen aan studies, aan het einde van hun reguliere behandeltraject echt aan het toenemen zijn. En
Nou goed, ik ga je nu niet allerlei concrete voorbeelden noemen. Hè, maar ik denk dat wat ik eigenlijk zou willen meegeven aan patiënten is dat het belangrijk is om ergens in dat traject waar je in zit, daar in ieder geval een keer de gedachte over te laten gaan. Hoe ver ben ik bereid te gaan? Wil ik voor maximale kwaliteit van leven gaan? En is dat kleine stukje extra wat ik misschien kan krijgen met behulp van allerlei experimentele dingen, of misschien kan kopen in Duitsland met behulp van 50.000 euro... ben ik bereid zover te gaan? En als je dan het gevoel hebt dat je bereid bent zover te gaan en dat je echt heel veel over hebt om aan zeg maar, de frontlinie van de wetenschap te zitten wat betreft de ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen voor prostaatkanker, dan is het zinvol om na te denken over een verwijzing naar een van de academische centra. Want dan kunnen wij zeker in de komende jaren echt wel ervoor zorgen dat we dan samen op een nuttige manier die tijd gaan besteden en ook echt geneesmiddelen gaan testen die ook echt wel belofte hebben. Net als nu lutetium in een eerder stadium ook getest is bij mensen. Rien Knol, ik kom eens bij jou. Je hoort dit verhaal. Elke patiënt is anders, wordt natuurlijk altijd gezegd. Maar goed, dit is een vraag die wel steeds meer op patiënten afkomt. Komen die vragen ook bij jullie als stichting? Of kun je daar individueel iets over zeggen? Ja, we hebben een hulplijn. Hè? Een dagdeel van elke werkdag is die telefoonlijn geopend. Via de mail komen ook veel vragen daarover. En dan zie je vaak dat het individuele vragen zijn, of omdat ze vastlopen, of omdat ze niet met een behandelaar erover in gesprek komen, of omdat ze ergens iets gelezen hebben, zinnig of onzinnig, zeg ik dan maar even. En dan is de kunst om de mensen het verhaal te vertellen, wat Martijn natuurlijk net ook vertelde, van ja, kijk eens naar je kwaliteit van leven en kijk eens wat je nou eigenlijk verder wil. En dan kom je, heel veel vragen komen dan ook van ja, maar dan moet ik of naar het Radboud, of naar AVL, of naar Erasmus. In ieder geval zeg ik dan meestal van ja, je moet natuurlijk wel, als je mee wil doen aan allerlei onderzoeken die er zijn, ja, academische ziekenhuizen lopen daarin voorop natuurlijk, maar je moet met je behandelaar erover goed in gesprek. En als dat niet lukt, dan moet je een andere behandelaar gaan zoeken waar je wel die gesprekken kan voeren. We krijgen er veel vragen over, maar het is vaak individueel en vaak willen ze van alles weten, maar weten eigenlijk ook niet goed wat ze willen weten. Dus daar proberen we mensen ook wel iets verder mee te helpen. En vanuit eigen ervaring kunnen we daar vaak ook ons individuele verhaal dan wel vertellen. Maar ja, geen patiënt is gelijk. En geen patiënt reageert hetzelfde op medicijnen. Hè? De een heeft last van bijwerking en de ander niet. Maar ja, dat is, laat ik zeggen, de hulplijn. We doen ons best om mensen goed te woord te staan en ze echt een beetje de weg te wijzen, zonder dat we daarvoor doorgeleerd hebben en zonder dat we verwijzen naar individuele ziekenhuizen of individuele specialisten, zeg maar. Inge, Rien zegt er netjes, ik heb er niet voor doorgeleerd, maar ik zag jou wel heel veel knikken tijdens zijn verhaal. Is die individuele band en dat gesprek, zeg maar, met je eigen behandelaar, is dat heel essentieel, ook in dit hele verhaal? Ja. Ja, je hebt een behandeling die, als het goed is, gewoon jaren duurt. Die vragen die er komen, want die komen er, die moet je kunnen stellen. Ik ben ondertussen al gewend aan patiënten met het A4'tje vol met vragen. Meestal in mijn gesprek kunnen ze al de helft alweer al wegstrepen. Maar ja, weet je, het zijn soms hele belangrijke beslissingen, belangrijke dingen om over te praten. Hè? Het van hoe ver ga ik, wat is voor mij belangrijk. Dat is echt iets waar je over moet kunnen praten met je behandelaar. En er zijn er echt een heleboel hele goeie. En iedereen heeft weer een andere klik met iemand anders. Dus hè, het is ook wel, ga op zoek naar iemand die bij jou past als het niet klikt. En sommige mensen hebben gewoon geen vragen. Sommige mensen vinden het gewoon heel fijn om zonder vragen gewoon die behandeling verder te gaan. Iedereen staat daar weer apart en verschillend in. En dat mag je ook koesteren. Dus niet iedereen hoeft naar de academie. Je kunt heel goed,
heel goed behandeld worden door een heel goed, hele leger aan collega's die daar ook veel van af weten. En die misschien hartstikke goed bij je passen. En als je niet uitkomt, dan is het soms tijd om iets anders te zoeken. Of om anders een keertje alleen maar een second opinion te halen. Zo van, legt iemand anders het misschien in betere bewoordingen voor jou uit. Waardoor je weer verder kan. Ik heb heel vaak dat ik het even alleen maar iemand op gesprek heb, dat ik weer even alles op een rijtje zet en dat ze dan gewoon weer teruggaan naar een eigen behandelaar. Wat natuurlijk heel fijn is als in je eigen buurt je eigen behandelaar zit. Iedereen moet op zoek gaan naar degene waarmee het klikt. Daar komt het op neer. Ja. Martijn, ik kom nog één keer bij jou, want je zei al, er zijn ontzettend veel ontwikkelingen gaande vanuit allerlei verschillende invalshoeken en benaderingswijzen. Misschien een rare vraag, maar congrueren die voldoende met elkaar? Praten die voldoende met elkaar? Al die verschillende, je snapt wat ik ermee wil zeggen. Er zijn zoveel wegen op dit moment. Ja, het is eigenlijk, er is een overvloed. Hè? En dat is wel het mooie, het is een overvloed. En dat betekent dus dat de keuzes die we nu moeten maken, dat luxe keuzes zijn. Hè? Dus dat zijn keuzes die geboren zijn uit een veelheid van allerlei dingen die beschikbaar zijn. We zijn nu bij prostaatkanker ook immunotherapie aan het ontwikkelen, net als op net bij andere ziekten, maar net op een andere manier. We zijn ook bezig met andere hele gerichte behandelingen bij prostaatkanker, die, wat Inge netjes uitgelegd heeft in het begin, op dat genetische profiel van die tumor ingrijpen. Ik denk dat de take-home message is, hè, als je als patiënt denkt, ja, maar luister, hè, ik moet mee met echt de frontlinie van de wetenschap. En je kan dat gesprek met je eigen oncoloog niet goed voeren, dan moet je voor een second opinion gaan. En dan moet je gaan kijken, hè, hoe kan ik nou zoveel mogelijk informatie krijgen over mijn kanker? Welke behandeling past bij mijn kanker? En die mensen die hebben echt baat bij zo'n tweede mening. En dan gaan Inge en ik gewoon voor zitten en dan gaan we gewoon alle opties doornemen. Daarentegen zijn er ook heel veel mensen die het inderdaad heel prettig vinden om bij hun eigen oncoloog gewoon de behandelingen die er zijn te krijgen. En we moeten ook wel een beetje voorkomen dat we die mensen onrustig maken. Want de behandeling die we nu geven, die is ook gewoon goed. Dat is bewezen. Daarvan weten we dat het goed is. Dus daar kunnen mensen zich echt aan vasthouden. En ik denk dat, als laatste opmerking daarover, komt het allemaal samen op patiëntniveau. Als het goed is wel, samen met je oncoloog. En dat is iets wat wij, wat Inge en ik ook heel veel doen, is de rest van Nederland, wat betreft dokters dan in ieder geval, onderwijs geven om te zorgen dat die dokters allemaal de basale kennis hebben die nodig is om te bepalen, moet ik nou voor deze patiënt wel of niet Martijn een mailtje sturen of Inge een mailtje sturen? En ik denk dat daarmee in Nederland in ieder geval, voor zover ik het kan overzien, misschien niet zozeer op inhoud van de oncologie, maar wel op het netwerk van de oncologie, het op patiëntniveau heel goed samenkomt, wat mij betreft. Hè. Wij zijn allemaal als experts bereikbaar, ook voor onze collega's. En ik besteed echt wel veel tijd aan mensen antwoorden over specifieke patiëntencasuïstiek. Dank. Inge, is er nog iets wat we hebben laten liggen, wat je nog kwijt zou willen, wil toevoegen? Volgens mij hebben echt de belangrijkste dingen echt behandeld. Ik heb eigenlijk niet zoveel toe te voegen. Nee, ik denk dat we alles wat belangrijk is nu behandeld hebben. Oké. Okay. Rien, diezelfde vraag stel ik toch ook nog aan jou. Of er nog dingen zijn, of dat je zegt vanuit de stichting of persoonlijk, wil ik hier nog iets aan toevoegen of heb ik nog iets gemist? Nee, er is heel veel verteld. Helemaal in de lijn zoals we het al wel voorbesproken hadden. Maar je moet altijd maar afwachten wat er van terecht komt. Maar het heeft mijn stoutste verwachtingen overtroffen. Ik vind het een mooi verhaal.
dank iedereen namens het bestuur ook voor ieders deelname aan dit verhaal. We hebben een beetje getwijfeld of we het moesten laten doorgaan, omdat iedereen op afstand moet zitten. Maar ik moet zeggen, de techniek heeft geweldig gewerkt. Tom, bedankt ook namens het bestuur voor de manier waarop je deze avond begeleid hebt. En ja, iedereen bedankt. En het bestuur is natuurlijk zeer verheugd over de grote deelname. Hè. Er waren meer dan 800 mensen die zich aangemeld hadden. En als dit zo succesvol is, en we zullen, hoop ik, nog wel wat reacties hierop krijgen, proberen we in de komende tijd dit nog iets vaker te doen, misschien aan bepaalde thema's of zo. Het is geen belofte, maar we gaan wel kijken hoe we dat kunnen doen. Want voordat we weer een ouderwetse donateursdag kunnen hebben, zijn we misschien wel weer een jaar verder of nog verder. Dus we gaan wel kijken of we zeg maar, deze verbinding onderling ook wat regelmatig kunnen houden. Dank voor ieders deelname. Nou, zowel voor als achter de schermen. Dank je wel. Zeer veel dank. Dan zal ik het van hier nog officieel afronden. Inge van Noord, Martijn Lokma, zeer veel dank voor alle kennis en expertise die jullie hebben willen delen. En ook de prachtige wijze hoe helder jullie het hebben kunnen overbrengen. Zo helder en duidelijk. Melise, dank voor het clusteren van alle vragen. Ik zeg u nog eenmaal, we zijn niet aan al die vragen toegekomen. Er waren er echt nog veel meer. Die worden allemaal beantwoord. En ook als u denkt, nou, ik vond dit ook leuk. Ik wil dat andere mensen ook aanraden. Het duurt even een paar dagen. Daar ontkomen we niet aan. Maar laten we zeggen, begin volgende week komt dit ook online. Het hele programma On Demand. En dan kan een ieder die geïnteresseerd is er nog eens een keer naar kijken. Voor nu zeg ik u allemaal zeer veel dank voor het kijken. En ik hoop dat het u datgene heeft opgeleverd waarom u keek. En dat het u weer wat nieuwe handvatten en inzichten gegeven heeft. Heel veel dank nogmaals. En graag, wie weet, tot de volgende keer.